Hallo allemaal, ik ben Jordi de Boes, 19 jaar oud en eerstejaarsstudent sport en bewegen. Zoals je kan zien, sta ik open voor alle sporten. Thuis in de kelder. Met een beetje creativiteit kan ik hier alles doen wat ik maar wil. Familie en vrienden waren bijvoorbeeld op de hoogte dat ik thuis trainde. Ze vroegen me wel eens om advies of hulp. Ik gaf dit met veel plezier. Ik stel ook soms eens voor dat ze met mij mee kwamen trainen. Dit gebeurde dan ook. Wij gaan samen trainen. Wanneer men hulp nodig heeft bij andere sporten, doe ik mijn uiterste best hen hierbij te helpen. Wanneer ik ondervond dat ze mijn hulp apprecieerden en ik er veel voldoening uithaalde, ben ik verder gaan nadenken of ik hiervan mijn carrière kan maken. Zo ben ik in contact gekomen met de richting sport en bewegen. Ik ben er zeker van dat wat ik hieruit ga leren een meerwaarde gaat zijn voor mijn toekomst. Zo kan ik mijn kennis uitbreiden, zodat ik iedereen professionele hulp kan bieden als coach. Later samen met mijn zus een eigen zaak te beginnen. Zij als schoonheidsspecialiste en ik als coach in een eigen fitnesszaak waarbij ik mensen persoonlijk begeleid. Het is niet de bedoeling dat ik enkel coach op het gebied van fitness, maar ook in andere sporttakken. Zo hoop ik samen met mijn zus een eigen zaak op te bouwen. Heel mijn leven lang heb ik voldoende gesport. Dit alleen is niet voldoende. Een goed eetpatroon is noodzakelijk. Hier ben ik sinds 2 jaar ook mee bezig. Ik weet hoe belangrijk dit is voor je lichaam. Daarom zou ik graag mensen willen stimuleren zich een gezonde levensstijl eigen te maken. Ik heb jullie al verteld dat bewegen en een goed eetpatroon belangrijk is. Maar het belangrijkste ben ik nog vergeten. Namelijk ontspanning. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. Ik alvast wel. Bye!